Hoi, je bent beland op een hele nieuwe Fan Friday video. En vandaag ga ik zo'n ontzettend toffe challenge doen. Ik ga namelijk 24 uur lang alleen maar snoep eten. Ik heb er heel erg veel zin in, maar tegelijkertijd ook helemaal niet. Dus dat gaat natuurlijk echt een mega spannend worden. En dat is de challenge die ik in deze video ga doen. Maar voor jou heb ik ook nog een superleuke challenge. Je moet namelijk gewoon eventjes heel erg goed kijken of je 3 soorten snoep kunt bedenken. En pas als je er 3 hebt bedacht, dan kan je op dat duimpje omhoog klikken hier zo onder deze video. Dus heel erg veel succes ermee. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende soorten snoep. Lukt het je om er 3 te vinden? Ik ben heel erg benieuwd. En vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier blijf je altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er dus never nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? En is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Woehoe! Fanart! Misschien weet je het al via Instagram, maar ik zal het nu nog eventjes officieel in de Fan Friday video vertellen, want ik ben op het moment in Nederland! En dat kun je waarschijnlijk ook wel herkennen aan de kamer hier achter me. En waarom ik precies in Nederland ben, nou dat heeft te maken met een heel erg groot en geheim project. Daar heb ik wel eens eerder over verteld in de Fan Friday video's, maar het komt steeds dichterbij. En ik kan je in ieder geval vertellen dat je er heel binnenkort achter zult komen. Dus hou natuurlijk al mijn social media en al mijn video's in de gaten. En ben je nou mega nieuwsgierig? Dan zit er in deze video al een hint naar wat het nou precies is. Dus kijk deze video natuurlijk echt heel erg goed. En misschien zie je wel een locatie waar ik ben waarvan je denkt van... Oké, ik denk dat ik daar iets uit kan halen. Nou, heel erg veel succes met het raden natuurlijk. En nu ik in Nederland ben, betekent dit dat jullie me weer tegen kunnen komen op straat. Of ik jullie natuurlijk. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar als je me herkent, zou ik dat echt super leuk vinden als je gewoon eventjes naar me toe komt. Wees niet verlegen. Ik zal je niet slaan, niet bijten, niet schoppen. Ik ben heel erg lief, dat beloof ik je. En dan kunnen we natuurlijk een foto maken, misschien een praatje. Dus dat lijkt me echt helemaal geweldig. Dus absoluut, wees niet verlegen. En dan is het nu natuurlijk tijd voor de challenge uit deze video. Zo ontzettend leuk, jongens. Here we go! 24-hour candy challenge. Vroeger, toen ik nog een heel klein meisje Jamila was, wilde ik altijd en alleen maar snoep eten. Nou, dat is natuurlijk niet gezond, maar nu met de trend van de 24 uur challenge had ik zoiets van, hey, dat is een leuke combinatie. Weet je wat? Ik ga 24 uur lang alleen maar snoep proberen te eten. In deze video gaat dat dus gebeuren en dat betekent dat ik, ja, letterlijk 24 uur lang niks anders mag eten behalve snoep en suiker en ongezonde dingen. Ik weet niet of dat nou echt per se een heel erg goed idee is. Ik wil voordat ik deze challenge ga beginnen er wel eventjes bij zeggen dat dit absoluut niet zelf nagedaan moet worden. Want snoep is natuurlijk gewoon hartstikke lekker en leuk, maar het moet met mate gegeten worden. En het moet absoluut niet heel erg veel in één dag gegeten worden, want dat is hartstikke ongezond. Ik weet nu al zeker dat ik deze challenge echt maar 1 keer ga doen en daarna never nooit meer. Dan heb ik misschien wel genoeg snoep gehad voor mijn hele leven. Dus het is alleen maar leuk voor jullie om te zien en laat die misselijkheid maar aan mij over. Dus, ik weet niet of ik er helemaal klaar voor ben, maar laten we gewoon beginnen met de challenge. Voor deze challenge is het natuurlijk wel handig om gewoon heel erg veel snoep te hebben. En waar kun je nou het allerbeste snoep halen? In een snoepwinkel. Dus ik sta buiten op deze hele mooie dag. En we gaan gewoon eventjes op weg naar de snoepwinkel om gewoon lekker inkopen te doen, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik ben er. Ik ben helemaal omringd met heel erg veel snoep. En dat is natuurlijk geweldig. Dus dat betekent dat ik lekker veel keuze heb. En ik had het idee, want we hebben natuurlijk een 24 uur challenge. En daarvoor moet ik 3 maaltijden in de dag eten. We hebben ontbijt, lunch en avondeten. Dus het leek me leuk om dat ook een beetje na te maken, maar dan met snoep. De allereerste heb ik al gevonden. Dat is namelijk ontbijt. En het is natuurlijk Pasen. Dus dat betekent dat we hele leuke paaseitjes hebben hier zo. En ik denk dat deze wel heel erg gaaf is om te gebruiken als ontbijt. Maar dan moet er natuurlijk ook nog wel wat melk in gaan. En kijk nou eens wat er hierboven zit. Ta-ta-ta-ta. Ik zie milkshakes. Nou ja, ik denk dat dat op zich wel telt als snoep. We hebben allemaal verschillende soorten smaken. En aardbeien lijkt me het allerlekkerst. Dus we gaan gewoon voor deze. Dan moet ik dus ook gaan bedenken wat ik dat allemaal voor middageten ga doen. Misschien is het leuk om een burger te maken van snoep. We hebben hier zo, even kijken, deze hele geweldige medaille. En ik denk dat dit wel heel erg goed als een stuk vlees kan zijn, zeg maar, in een burger. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog een broodje nodig en wat toppings erop. Dus hoe gaan we dat oplossen? Oké, ik heb een idee, want ik sta hier zo voor alle taartdingetjes en zo. Ik zie hier namelijk marsepein en dit is ongelooflijk zoet. Dus hiermee kan ik best wel een soort van burger maken. Dus de bovenkant en de onderkant in ieder geval, het broodje ervan.
Ik denk dat ik deze maar gewoon eventjes ga pakken. Die stop ik in mijn mandje. En dan ga ik nog eventjes doorzoeken naar de toppings hiervoor. Voor de allerlaatste maaltijd van de dag heb ik er een zakje bij gepakt. Want in oranje video had ik natuurlijk ook een allerlaatste avondmaaltijd. En dat was spaghetti. En ik denk dat we dat met snoep ook kunnen namaken. Want we hebben natuurlijk dropveters. Dan moet ik eventjes gaan zoeken. Oh ja. Oké, kijk. Het zijn niet dropveters, maar het zijn appelveters. Dus deze kan ik pakken. En vervolgens ook deze rode. Nou, daar gaan we dan. We pakken een flink schep uit. Zo, en alles de zak in. Ik kom een beetje handen tekort om dit te filmen. Dus ik zet jullie even hier neer. En dan gaan we dit vullen met deze rode dropvetertjes. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Oh, dit is zo lastig om eruit te halen, jongens. Maar ik heb het. Zie jullie het? Ah. En hup, de zak in. En kijk eens wat ik hier nou zie. Ik zie hele prachtige balletjes. En dit zijn natuurlijk geweldige gehaktballen voor in de spaghetti. Die stop ik ook maar eventjes in mijn spaghetti zak. Zo. Nou, prachtig jongens. Nou, ik moet zeggen, het lukt aardig met deze snoepboodschappen. Mijn mandje zit redelijk vol. Ik ga nog even door met nog wat dingetjes opzoeken. En misschien wat snacks en drinken halen. En dan krijgen jullie de rest zo meteen te zien. Het is de volgende dag. En dat betekent dat vandaag officieel de 24 uur snoep challenge is begonnen. En dat betekent dat het tijd is voor de allereerste maaltijd van de dag. En ik ga je laten zien wat ik dan allemaal hier zo voor me heb staan. En kijk maar. Wow. Dit zijn natuurlijk alle dingetjes die ik in de snoepwinkel heb gekocht. Daar gaan we dan. Wow, dat is echt heel erg luid. Oh nee, dat moet ik zo meteen gewoon echt gaan eten. Dus ze zien er wel echt super schattig en leuk uit. Oeh, oké, nog ietsje meer. Hoe geweldig is dit? Het lijken gewoon op echte eitjes, maar volgens mij is dit dus chocolade. Dan is het nu natuurlijk tijd voor de melk. Dus ik ga deze eventjes openmaken. En... Oh, nou, het ziet er eigenlijk gewoon uit als normale melk. Dus dat is, ja, een beetje roze. Zo. Oh jeetje, de eitjes beginnen hun kleur een beetje te verliezen. Nou ja, ik pak er even een goed schepje bij. Dit is mijn hapje. Proost, jongens. Daar gaan we dan. En, dat klinkt allemaal. Wow, dit smaakt echt ongelooflijk zoet. Maar het is oprecht niet eens zo'n hele rare combinatie. Want ik proef voornamelijk gewoon lekkere chocola. En daarbij ook aardbeien. Ik kan op deze manier gewoon doen alsof ik een broodje Nutella eet. Met wat verse plakjes aardbeien erop of zo. Huh? Ik begin wel gewoon spontaan tandpijn te krijgen van al die zoetigheid. Maar het is nu tijd om alles een beetje weg te wassen met de sinaasappelsap. Dat is oprecht nog best wel lekker. Ik vind het niet het allerslechtste ontbijt wat ik ooit heb gehad. Maar ik zou het ook niet per se iedere dag zo eten. Maar goed, het gaat nog wel tot nu toe. Nu nog de rest van de dag. Het is nu iets later in de dag. En zoals je kunt zien zit ik op een hele andere plek. En ik zal het eventjes laten zien. Hi, dat is Maarten. En hij is druk aan het werk daar zo met de muziek. En zoals je kunt zien is dit een studio. Nou, dit heeft allemaal te maken met een heel erg bijzonder en geheim project. Maar ik ga er nog eventjes niet al te veel over zeggen. Het klinkt natuurlijk allemaal heel erg logisch. Maar het heeft heel waarschijnlijk met iets anders te maken dan dat je zou denken. Oké, nou dat klinkt in ieder geval echt heel erg verwarrend. Maar daar kom je heel binnenkort achter natuurlijk. Maar ja, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk over eten. Het is nog net niet tijd om middageten te eten. Maar ik ben wel echt heel erg hard aan het werk. Dus ik heb een beetje trek. En dat betekent dat het natuurlijk gewoon tijd is voor een lekkere snack. En dat rijmt. Dat was niet de bedoeling, maar dat klinkt wel echt heel erg tof. En hier zo heb ik... Ta-da-da-da. Het is een suikerspin, maar dan in een bakje. Ik ga hier gewoon eventjes een hapje van nemen, jongens. Deksel eraf. Oeh, oh, dat ziet er echt heel erg zacht uit. Oh, het voelt ongelooflijk zacht. Wat lekker dit. Wow. Oké, dat is echt een hele grote. Wacht. Iets kleiner stukje ervan afpakken. Daar gaan we dan. Ik neem er gewoon een hapje van. Dit is mijn snack, jongens. Here we go. Wow. Oh, dat smaakt echt heel erg lekker. Wel super sterk naar aardbei. Hey Maarten, wil je ook een suikerspin? Tuurlijk. Ja? Ik heb geen nee tegen suikerspin. Nou, dan gaan we eventjes naar Maarten toe. Ta-da-da-da. Dit is neem aardbei, een lekker hapje. He? Ja. Oh, ik hou er echt van aardbei. Ja? Is lekker? Ja.
Nog een stukje? Nou, snoep is in ieder geval een succes. Lekker, oké, dan is het nu weer tijd om gewoon lekker door te werken aan het geheime project. En dan gaan we door naar middageten. Ik ben weer thuis en jongens, ik moet je bekennen, ik begin het echt wel te voelen in mijn maag. Het is tot nu toe echt zoveel suiker en ik heb gewoon weer zin in een normale maaltijd. Maar helaas, ik ben nog niet eens over de helft van de challenge heen. En mijn plan voor deze maaltijd is het maken van een snoepburger. Zoals je kunt zien heb ik hier alvast de onderkant van de burger gemaakt. Dit is gemaakt van marsepein. En dan heb ik hier ook alvast eventjes de bovenkant. Hier moeten we natuurlijk allemaal verschillende soorten toppings opleggen. En het allereerste is het vlees. Wat eigenlijk gewoon een hele grote plak met chocolade is. Ik hoop dat dit een beetje de juiste grootte is. Oh, wow, het is wel echt heel erg groot. Het ziet er op zich wel goed uit zo op deze manier. Oh, wacht, weet je? Hieronder moeten we natuurlijk nog wel even een sausje hebben. En daar hebben we deze voor. Dit is mousse candy. En ik bedacht me dat dit misschien wel leuke mosterd zou kunnen zijn. Zo, mousse. Eeuw, oh, het lijkt meer op mayonaise, maar oké. Spuiten. En dan gaan we nog eventjes zo goed smeren. Oh, wat doe ik mezelf aan. En dan kunnen we zo heel erg goed de burger erop plakken. Ta-da-da-da. Nou, hij zit er helemaal prima op. En vervolgens heb ik ook nog marshmallow fluff. En ik bedacht me dat dit dus de mayonaise zou kunnen zijn. Dus ik pak maar eventjes een flinke blob. Woehoe. En dat gaat dan hier overheen. Nou. Eeuw. Oh, de dikke laag zit erop en dan ga ik nu door naar het strooien van Skittles. En dit is een groene verpakking, dus ik dacht, nou, dat is misschien wel heel erg goed voor de sla. Oh ja, er zit natuurlijk echt maar gewoon 2 groene Skittles in. Maar oké, je snapt het idee. En vervolgens heb ik ook deze UFO snoepjes. Dit vond ik gewoon het meeste lijken op tomatenplakjes. Dus dit is dan 1 tomaatje. En als laatste nog een augurk. Meestal zit ook echt maar gewoon 1 augurkplakje op een burger. En als allerlaatste moeten we natuurlijk nog even afmaken met de bovenkant van ons burgerbroodje. Ta-da-ta-ta. En hier is die dan. De prachtige snoepburger. Eeuw! Oh, er zit een soort van nattigheid en sap onder of zo. Proost voor de snoepburger. Daar gaan we dan. En go! Wow. Oh, en dat is echt geen goede smaakcombinatie. Oh, echt een mega hap. Wow, ik begin het nu wel echt heel erg te voelen. Ik voel me ongelooflijk misselijk. En het is dus absoluut geen goed idee om deze challenge te doen. Maar goed, ik ben bijna bij het einde. Dus we zijn nu aangekomen bij het avondeten. En ik ga eventjes laten zien wat mijn snoepavondeten gaat worden. Hier voor me staat een hele prachtige tafel vol met een bord. Waar dus zometeen een man spaghetti op gaat komen. Dus dit heb ik in verschillende kleuren. Groen, rood en zwart. Dan heb ik ook deze. En dit kan misschien wel de spaghetti saus zijn. En als allerlaatste hebben we natuurlijk onze gehaktballetjes. Laten we maar gewoon eventjes beginnen met de allereerste spaghetti op mijn bord. Nou, dat ziet er eigenlijk gewoon echt wel uit als normale spaghetti, alleen dan heel erg fel rood. En dan wil ik natuurlijk ook nog even een klein beetje groen toevoegen, want ja, als het dan toch snoepspaghetti wordt, waarom maken we dan niet allemaal verschillende soorten kleurtjes? Zo, dat ziet er gewoon uit als een alien brein. En als laatste nog even lekker zwarte dropvetertjes eroverheen. Het gaat echt heel erg lastig, jongens. Zo, woehoe. Helemaal prachtig. En nou, dat ruikt echt ongelooflijk sterk naar drop. En dan is het nu tijd voor het spaghetti sausje. Ik ga jullie eventjes op een standje zetten. Ongeveer wel goed zo. Hallo. En dan gaan we dit er maar eventjes uithalen. Oh, jongens. En, eeuw, het zit er al half uit. Gatsiedarrie, jongens. Wow, wat grappig. Ik kan aan deze skateboard, draai ik hem de goede kant op? Oh ja, daar komt het uit. Dat ziet er inderdaad best wel uit als parmezaanse kaas. Maar goed, we gaan het allemaal maar eventjes zo. Hey, het ziet er gewoon uit als spaghetti. Spaghetti saus over de spaghetti in de vorm van spaghetti. En zo, oké, nou ik denk dat het voor nu wel eventjes goed is. Dat is een flink wat saus, zoals je kunt zien. Dan als allerlaatste hebben we natuurlijk ook nog gehaktballetjes. En dit zijn dropballetjes. Volgens mij, ze voelen best wel hard aan. Dus ik hoop dat ik er een beetje in kan bijten. Dus zo. Nou, dat is 1.
En we hebben natuurlijk flink meer nodig. Dus we pakken nog wat meer gehaktballen bij. Hupsakee. Nou, dat ziet er eigenlijk best wel uit als een lekkere spaghetti. Oh help, ik hoop zo dat ik niet ga overgeven. Ik pak gewoon eventjes een goede schep erbij. Hier draai ik al mijn spaghetti dropfeters om en mijn vork heen. Lukt het me om een gehaktbal te pakken? Yes, ik heb er eentje doorgeprikt. Dit gaat lastig worden om te eten, maar ik ga het maar gewoon eventjes zo proberen, want dat lukt niet anders. Eet smakelijk. Huh? Oh, wow. Een grote hap. Wow. Woehoe. Woe. Dat is best wel heftig qua smaak. Het smaakt echt enorm sterk naar drop, maar dat is best wel logisch. Ik denk dat het me wel gaat lukken om dit allemaal op te eten. Ik vind het absoluut niet de allerfijnste challenge ooit, maar ik zou zeggen, het is me redelijk gelukt. Haha. 20 second wrap out. Amy, Lizette, Sienna, ASMR, Sylviana, Kat, Naima, Westina, H en Guusje, Marianne, Molly, Mout, Chelsea, Van der Kuit, Mina, Clara, Pirene, Almina, Nina, Van of Wegen, Sarah, Kimmetje, Julie, Gwen, Fleur, Ella, Sue, Ellen, Fonny, A, Noah, Doa, Siebel, Jaden, Lynn, Dimitri, Winnie, Norena, Beauty en Elita, Sira, Tira, Aya, Just, Lies en Nikita. Yay, als je dit gedeelte van de video ziet, dat betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En wil je nou ook heel erg graag in de 20 second wrap-out komen van volgende Fan Friday, dan kan dat door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Ik kijk heel erg uit naar al jullie reacties en dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!